Hallo kijkers van DJ Ali, welkom bij een nieuwe aflevering van Lollen Disney Craft. Ik ben weer happy, want ik neem deze leuke serie weer op. Wij gaan weer wat doen. Dag deze medewerker, leuk om even met jou te beginnen. We gaan, ik was aan het kijken van welke attractie heb jij nog niet gedaan. Er is iets met plugins. Wacht, wat is die precies? Ik ben midden. Nee, antivrieren. Oké. Ik heb dus even gekeken welke attracties we nog niet hebben gedaan. Jafar, wel. Kabouterrit ook, de cast. Ik denk dat we alles goed gedaan hebben. Denk Robin Hood, denk ik misschien niet, maar dat komt een andere keer dan. Laten we dan eens naar een loopattractie toe gaan, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik één loopattractie heb gedaan en dat was het Disney Craft Museum. Maar dat is nog niet eens echt een attractie, het is gewoon een museum. Binnenkort komen er weer drie nieuwe attracties bij. Of ja, eigenlijk twee. Eigenlijk één maar. Maar ik kan jullie wel wat laten zien. Als we naar Warp Wreckit gaan, komen we natuurlijk in een studiogebiedje uit. Dit is zeg maar een studiogebied en daar zit iemand. Oh nee, dat is een NPC. Dan komen we zeg maar in het studiogebied uit wat al langer open is. Want daar aan die kant waar de chunks niet laden en ik weet niet hoe het komt dat ik leggen, maar dat is waarschijnlijk niet zo lang aan. Daar, dus hier doorlopen, komen we natuurlijk uit in het nieuwe studiogedeelte. In het nieuwe studiogedeelte komen twee nieuwe attracties. En dat zijn de theekopjes en die gaan werken. Plus Toy Story Mania. Dat worden twee nieuwe attracties. Maar het is zo dat bij de Wreckit stond ook een attractie. Ik zeg eerlijk, stond een attractie. Nu vraag je van, waar is de Wadi naartoe? Ja, dat vroeg je mij ook af, dames en heren. Ik vloog over het studiogebied en kwam tot de opmerking dat de Tower of Terror op het moment, of ik denk dat die nu vastberaden, staat nu hier. In het gedeelte bij de Toy Story, wou ik wel zeggen, maar nee, bij het gedeelte van de van de Wreckit, dus in het studiogedeelte dat open is. De Toy Story is er nog niet open, maar ja, maar ding is, Wally is dus verplaatst. Ik ga niet in het nieuwe studiogedeelte binnen gaan, daar ga ik echt mee wachten. Ik ga niks laten zien, ik ga het gewoon nog niet laten zien. Het is gewoon, ja, wachten. Warp, we gaan een loopattractie doen. Kom je naar de opening, maar welkom. Misschien. Disney Scenes. Goed, Patrick, klaar, maar dit is voor de creative. Dit is voor creative. En voor jou zeggen. Oh ja, dat trok ik niet. Ja, dat klopt. In principe ja. Maar je weet niet wat je. Oké. Wat kunnen we doen? Jungle. Oké. Wacht, hè? Jasmin's zoektocht, Tower of Terror. Lost Adventure. Oh nee, dat is het mini-ding. Dat is niks. Dat is helemaal niks, vind ik. Dat is niet iets waar je lang in zit. Of zo. Excuus voor de lag. Camera's hadden niet gefixt, ben ik vergeten te zeggen. Komt wel. Oké. Lost Adventure niet. Rainbow Adventure. Rainbow Adventure. Nee. Deze hebben we nog niet gedaan. Dus. Oké, we gaan. Halt is een reiziger die vaak te vinden is in Afrika. Hij is al een aantal dagen vermist. En het is de taak aan jou om hem terug te vinden in de jungle. Kijk uit voor valkuilen en zoek Halt. Ik hoop dat je hem kan vinden. Want degene die je vindt krijgt een flinke beloning in het restaurant. Heel veel succes daarmee. Oké, we moeten Halt vinden. Hij is dus een paar dagen al spoorloos en verdwenen in de jungle. En wij gaan hem zoeken. Deze beer gaat hem zoeken. Hier is een tasje plate, dus ik moet. Is het met een comment? Of is dat. Oh, dat is iemand nieuw. Jammer dit.
Je gedachten zeggen, wauw, dit is best eng. Ik ga de multiplayer settings, ga ik de chat, ga ik comments on die zetten. Dus normaal gezien moet dit, als dat even weg is, oh nee, het staat niet. Nee, het staat nog niet echt goed. Wat is het? Hidden, show, comments only. Ik druk op doen. Comments only wil ik krijgen. Je gedachten zeggen, wauw, dit wordt nog wel best eng. Hopelijk doet het, nee, doet het niet. Ik zet hem even normaal. Misschien doet hij nu wel als het is. Nee, hij staat helemaal in. Oké, dus je gedachten zeggen, wauw, dit is best wel eng. En inderdaad, ik ga shift. Dat we niet vallen. En in één keer gaan een paard dood. Jammer dit. Hier is een deur. Kunnen we dat door? Nee. Met hier. Oh, met hier in het smalle steegje. Je gedachte zeggen, ik hoorde een geluid. Het kwam uit de verte vandaan. Nou, inderdaad. Het kwam ergens vandaan. Ik weet niet precies hoe, ik weet ook niet precies van waar, maar het kwam ergens vandaan. Laten we even zien wat we hier nog allemaal te vinden hebben. Zo. Je gedachten zeggen in huisje, het is best donker daar. Binnen, ik zoek maar door. Ja. Ik ben met de NS. Nationale spoorlijn of is dat? Want bij ons is het NMBS in België. NS, ik weet het allemaal niet hoe dat daar werkt. Oh, ik hoorde weer dat rare geluid. Wat is er toch aan de hand? I don't know, ik hoorde inderdaad weer het rare. We hoorden weer het rare geluid. Wat er aan de hand is, niemand weet het. Poeplek. Rot op. Maar ik heb dus, ja. Een minder donker huisje erop. Ik moet Harold vinden. Oké. Okay. Ik ben Harold dus moeten vinden. Je moet Harold vinden. Harold, waar ben je? Kom tevoorschijn. Harold, waar is Harold? Oh, een nieuwe testplate. Moet even wel even erop. Oh, hier tussendoor. Zo. Ah jongens, dit lukte niet. Oké. Okay. Hier dacht ik, wow, ik moet stil zijn. En uitkijken. Verderop zag ik, zie ik iemand staan. Wie dan? Oh, daar. Er zijn twee slangen. Dus we moeten voorzichtig langs slang en slang gaan. Waar kunnen we hier weg? Daar is de uitweg. Volgens mij is hier de uitweg. Volgens mij zijn het kannibalen. Dit is echt smerig voor woorden. We komen van de testplate kant, dus we moeten nu naar deze kant op. Kannibalen. Ai. Ik moet hier sluipen. Misschien lopen ze hier in het bos. Lopen de kannibalen hier in het bos. Zo dames en heren, we zijn even de venster in het regenweer blijkbaar. Het is mooi weer geweest en het is weer naar de vaantjes nu, hè. Oh, kunnen we weer in? Hier is niks te zien. Een leeg itemframe. Oké, we gaan weer rustig verder. Voorzichtig. Heel voorzichtig gaan we hier verder. Hier is een bootje. En dan gaan we weer. Ja, dat is maar een bootje. Oké. Okay. We gaan kijken. Oh, hier kunnen we niet door. Oh, hier is het doen. Oké. Okay. Ik wil niet weten wat hier is gebeurd. Ik ga nu even gewoon dit doen en dan zo'n testplate zien. Dan, ja, eigenlijk in principe maakt het niet echt uit. Het is gewoon ambetant wat heel die dingen erdoor werden. En dan ligt weer een plate. Het vervolg. Nieuw stukje tekst. Ik zal Harold hier zitten. Ik moet sluipen hier. Oké, okay, Harold. Komt tevoorschijn. Of zo.
Nee. Niks te zien. Harold. Harold. Hij is er niet. Precies. Kunnen we hier verder? Ik zie hier misschien in dit huisje? Nope. Ik zie hem nergens dan. Hij is echt spoorloos verdwenen. Spoorloos is Harold verdwenen. Laten we kijken. Als we hier iets vinden. Hier is niks. Kunnen we hier wat vinden misschien? Ja, een doodschap. En hier is een nieuwe plate. Oké. Harold blijft vermist. Hopelijk is hij niet opgeofferd door die rare stem. Oh ja, dat. Ja, in het begin hebben we 2 keer dat rare geluidje gehoord. Dat klopt. Hopelijk is hij inderdaad niet opgeofferd. Hij blijft vermist. Als hij lekker wil uitgaan, kan ik misschien erop springen. Dank u. Ja, sorry jongens. Mijn excuses. Voor deze aflevering. Mijn missie is nog niet afgelopen. Ik zal hem ooit vinden. Nou, ja, ooit zullen we hem vinden. Harold is en blijft vermist. Ik heb er geen idee van. De chunks laden gewoon niet, jongens. Ik ben hier op een onladende map aan het staan ofzo. Ah, jongens, dit is irritant. We zijn in het oude Main Street uitgekomen. We zijn ook in de oude Main Street binnengelopen. We hebben hem helaas niet gevonden. En ja. Ik zou zeggen, dames en heren, excuus voor die stomme aflevering met lag. Ook gisteren wilde ik me nog wel eens excuseren en voor de cam. Maar ja, soms gebeuren er foutjes en dan kunnen we helaas niks aan doen. Dames en heren, ik zou zeggen tot woensdag. Dan komt Maroonet aflevering 1 online. Ik ben benieuwd hoeveel views het gedaan en hoe vaak en hoe goed het wordt bekeken en wat de reacties zijn. En dan gaan we gewoon verder met nieuwe video's, dames en heren. En de grote vakantie komt korter en korter bij. Het duurt niet meer zo lang. Want we hebben nog maar 6 weken school of zo. Dat valt heel erg. Dus, dames en heren, later.